Bij de OCI Lions kregen ze het zwaar gehavende hurry-up over de vloer van Martin Vlijm. Deze laatste kon niet meteen op zijn sterkste elftal rekenen, zodat het roeien was met de riemen die hij had. En zo bewees hij alvast op deze speeldag dat zelfs een team als hurry-up een van de Final Four-kandidaten in eigen huis belachelijk kan maken, want de arrogantie waarmee de thuisploeg op het veld kwam, werd netjes afgestraft. Rusten gaan we met een onwaarschijnlijke 9-14. De thuisploeg komt dan beter uit de kleedkamer en ze gaan op achtervolging, wat ze goed doen. Ze komen terug op gelijke hoogte om dan niet veel later naar 20-19 te gaan. Wie dan echter dacht dat Hurry Up zich gewonnen ging geven, kwam bedrogen uit. Want het is zowaar Hurry Up dat een eindsprint in de benen heeft en zo de Lions een nederlaag toedient in eigen huis. Net in de wedstrijd waar zij de plaatsing voor de Final Four wilden vieren. De bezoekers winnen verdiend met 23-28 en zo krijgt de topfavoriet de OCI Lions misschien wel de wake-up call die ze nodig hadden. Hurry Up staat dan weer op een mooie vijfde plaats, een die kan tellen als nieuwkomer in de Binnenlee-competitie. Weet je, we zijn Lions en ons doel moet niet zijn de Final Four halen, maar ons doel moet zijn de Final Four winnen. En ja, we laten dat 3 weken lang niet zien en ja, dat is heel slecht. Heel slecht voor de club. Niet hoe wij ons moeten presenteren naar de mensen die hier voor de wedstrijd en na de wedstrijd de hals staan op te breken. En die mensen die achter de schermen keihard voor ons werken en iedere week weer bij ons op de tribune zitten of we nou een Volendam spelen of hier. Ja, dit is iets, we moeten bij onszelf te raden gaan, want zo gaat het niet verder. Ja, maar goed, op deze manier hebben wij in de Final Four niks te zoeken als wij zo spelen. Dus we zullen toch echt wel weer ons niveau of onze inzet moeten vinden van de weken daarvoor. En zoals vorige week de eerste helft, als ze dat brengen, dan kunnen we van iedereen winnen. Dus, maar we moeten het op eigen kracht halen. Iedereen, Lions heeft natuurlijk alles gewonnen, iedereen wil natuurlijk, ziet Lions graag verliezen. Dus wij moeten het gewoon helemaal op eigen kracht doen. Dus ik hoop dat Vizé vandaag gewonnen heeft en dat Sascha morgen wint. Dat we niks cadeau krijgen, dat we volgende week in Vizé onze eigen finale hebben om het helemaal op eigen kracht te gaan halen. Want als we dat niet op eigen kracht gaan doen en zo blijven spelen, dan hoeven wij niet naar de Final Four te gaan. Op het moment dat we compleet zijn, dan kunnen we goed handballen. Nu hebben we heel veel moeten improviseren. Oké, vandaag gaat het goed, maar dat is natuurlijk altijd maar de vraag op dat moment. We konden totaal niet doorwisselen. Moesten daardoor wat vertraagd spelen. Is minder leuk om te zien, maar goed, uiteindelijk wel effectief. Hij is gewoon een heel goede doelman. En je ziet het. Ik zeg ook, na de wedstrijd tegen mijn ploeg, het is maar goed dat we niet met z'n tienen waren geweest hoor. Nee, er is helemaal geen druk op ons team. We kunnen vrij uitspelen. Ik bedoel, je hebt niks te verliezen. Lions is de nummer 1 van de Nederlandse kant eigenlijk. Dus ja, ik kan in vrijheid spelen. Lions begon al meteen met heel geforceerd schieten. Ons keeper was meteen in vorm. Ja, en dan ben je de hele tijd achter de feiten aan het lopen. Hè? Ik bedoel, toen wij achterkwamen met 19-18, heb ik ook even time-outje genomen. Dus ja, ik heb helemaal niks aan de hand. Dus wij maken nu even de foutjes, daarvoor kunnen we makkelijke doelpunten maken. We gaan weer helemaal teruggaan, helemaal grisette eigenlijk zijn we weer in een rustig tempo, in de dekking kan je het werken. En we lopen gewoon weer weg. Dus ze hebben het geweldig gedaan.